dingen kan men ook zo'n systeem gebruiken gekoppeld aan een microscoop. De chip wordt visueel vergeleken met een modeluitvoering. Dat gebeurt in kleine vierkantjes waarvan de grijswaarde wordt gemeten. Een kras of een vlek verandert die grijswaarde en wordt gedetecteerd. Als chromosomen in aantal of structuur afwijkingen vertonen, kan dit erg dramatische gevolgen hebben. Chromosomen zijn immers de dragers van het erfelijk materiaal. In prenataal onderzoek bijvoorbeeld probeert men die afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Maar het vinden van de chromosomen in een preparaat vraagt veel en geconcentreerd werk. Men probeert dit deel van het werk te automatiseren. Met een tv-camera wordt een deel van het preparaat in beeld gebracht. De computerprogramma's zoeken en vinden hierin de chromosomen. Daarna wordt de microscooptafel verplaatst en de cyclus begint opnieuw. Wat zijn de huidige mogelijkheden van deze ziende robots? Professor Oosterlink. Op dit moment is het zo dat we in de machinevisie die taken overnemen die de mens wel heel goed kan, maar doordat ze uiteindelijk sterk repetitief zijn, sterk waar veel herhaling in vervat zitten, de mens eigenlijk van verveling bijna in slaap valt. En dus die taken nemen wij nu over. Waarom? Omdat we door de machinevisie is veel constanter in kwaliteit, heeft geen probleem van stress, geen probleem van vermoeidheid enzovoort. Wanneer de taak zeer moeilijk wordt, moeten we terug de mens gebruiken. Radiologen hebben het soms erg moeilijk om een vernauwing van een bloedvat objectief en precies te meten. Dan wordt het ook moeilijk om de beslissing te nemen of een chirurgische ingreep gewenst is of niet. In Leuven heeft men een programma ontwikkeld om de vernauwingen automatisch te detecteren. De radioloog gaat een aantal punten aanduiden op de middenas van het bloedvat. Er wordt een punt opgegeven op de middenas waar men denkt dat de ader normaal is. Dit wordt de referentiewaarde. De computer berekent dan de randen van het bloedvat en hij zoekt de plaats waar het smalst is. De computer kent nu de normale breedte van het bloedvat en de kleinste breedte. Daaruit berekent hij de graad van vernauwing. In dit geval hebben we met een stenose te doen van 69%. We zijn een heel eind weg van onze glijdeur, waarvan het openen en sluiten gestuurd wordt door een simpel elektrisch oog. De hele scala van beeldanalyse en beeldverwerking past men ook toe in de luchtfotografie. In deze camera worden fotografische emulsies gebruikt waarop de door het aardoppervlak weerkaatste zonnestraling in het zichtbare spectrum of in het infrarood kunnen worden vastgelegd. De signalen die teruggekaatst worden gaan via deze draaiende spiegel naar detectoren die gevoelig zijn voor verschillende elektromagnetische straling. Die informatie wordt op een magneetband gestockeerd. Zo krijg je een foto van La Louvière. Maar er zijn vertekeningen, omdat er geen rekening gehouden werd met het relief. Als die worden ingevoerd, valt alles netjes in de plooien. Het relief van het stort van de steenkoolindustrie is er duidelijk op te zien. De verkregen kaart is minstens even nauwkeurig als een lijnenkaart en komt er perfect mee overeen. Dit is een beeld genomen door een Amerikaanse satelliet van het grensgebied tussen Duitsland en België. We zien Verviers, Welkenraad, Eupen en het kunstmatig meer van de Gileppe met zijn stuwdam. Dankzij de beeldverwerkingstechnieken kunnen heel wat analyses verricht worden, kunnen we het beeld uitvergroten en de stuwdam van dichtbij bekijken. Een beeld dat de evolutie aantoont van deze ruimtefotografie.
linksboven een beeld van de Europese meteosat met een definitie van 5 kilometer. Daarnaast de eerste Amerikaanse satelliet voor aardobservatie, definitie 80 meter. Onder links de nieuwe Amerikaanse satelliet, definitie 30 meter. En tenslotte wat de Franse satelliet Spot ervan maakt. Het kleinste detail dat hier zichtbaar is, is niet groter dan 20 meter. Die Spot kan zelfs beelden in drie dimensies maken. Een effect dat op uw scherm helemaal verloren gaat. Beeldherkenning wordt in de robotmontage gebruikt om bij te sturen. Het gaat dan meestal om herkenning van eenvoudige vormen, om de reactietijd zo kort mogelijk te houden. Hier moet een elektrisch onderdeel van een locomotief worden geassembleerd. Eén camera controleert of de juiste bouwsteen werd opgepikt. Een tweede camera ziet toe of de schroeven en de as in de juiste volgorde worden aangebracht. Hier is het iets moeilijker. De vormen liggen kriskras door elkaar. Hier moet een eerste camera de robotarm zodanig sturen dat hij niet enkel één van de vormpjes vastneemt, maar dat ook doet op een geschikte plaats. Met één oog moet de camera berekenen waar in de hoop iets ligt dat van vorm overeenstemt met wat hij in zijn geheugen heeft. Een tweede camera gaat uitmaken waar een bepaalde vorm moet worden neergelegd. Alle identische vormen kunnen zo netjes op elkaar worden gestapeld. Maar niet altijd zijn de vormen die moeten worden gemanipuleerd zo eenvoudig. En dan is informatie over de derde dimensie absoluut noodzakelijk. Dr. Fougerat in Versailles dokterde een driedimensioneel herkenningssysteem uit door gebruik te maken van een laser en twee detectoren. Het is een systeem dat nu in de auto-assemblage wordt gebruikt om de onderdelen van een krukas te herkennen. De weerkaatste laserstraal wordt door de twee detectoren onder een enigszins andere hoek gezien. Uit die informatie kan de computer de afstand voor elk punt berekenen. Dit wordt vergeleken met voorstellingen van de krukas die in het geheugen van de computer aanwezig zijn. Hoe het voorwerp ook ligt, op zijn kop, bovenop een ander, het heeft geen belang meer. De enige beperking is dat de lichtomstandigheden steeds dezelfde moeten zijn. Maar kan het ook zonder laserlicht en met twee tv-camera's die een eindje uit elkaar zijn opgesteld, zoals dat bij onze ogen het geval is? Van deze ruimte worden zo twee lichtjes verschillende beelden gemaakt. De computer gaat op zoek naar de omtrek, de contour, van wat hij veronderstelt hetzelfde voorwerp te zijn in de twee beelden. Bij elke gissing controleert hij of ook de rest van het beeld dan nog samenvalt. De plaatsen van overeenkomst worden op het scherm in een gelijke kleur aangeduid. Een systeem dat driedimensioneel kan zien is voor vele toepassingen noodzakelijk en toch lijkt het niet echt van de grond te komen. Dr. Fougerat. Il y a plusieurs handicaps qu'il faut dépasser. Premièrement, au niveau des capteurs. Les capteurs dont on dispose actuellement, les caméras de télévision, ne sont pas suffisamment précises pour beaucoup d'applications. Deuxièmement, au niveau du matériel dont on dispose, matériel informatique, pour analyser ces images, traiter ces images, qui n'effectuent pas les opérations assez rapidement. Et enfin, et surtout, je dirais, on est très limité par les algorithmes
qui opère derrière ce matériel pour mettre en correspondance l'image de gauche et l'image de droite dans une vue de télévision, mettre en correspondance la représentation 3D avec la base de données de modèle, la mise à jour de cette base de données de modèle. Les algorithmes dont on dispose sont en général trop élémentaires. Il y a beaucoup à faire au niveau, disons, de la recherche pour améliorer ces algorithmes et les rendre plus efficaces. En dan spreken we nog niet over wat wij zo doodgewoon vinden. Onze bewegingen sturen door wat we zien. Deze visierobot is het duchtig aan het leren. Met informatie die van zijn ene oog komt, berekent hij hoe hij zich moet opstellen om het plaatje te volgen. Als hij een tweede oog krijgt en tijdens de beweging een complexe omgeving intelligent kan interpreteren, hebben we ongeveer het summum bereikt. Maar de weg is nog lang. Dr. Tony Poggio van het MIT in Boston. It's going to be easier to reproduce, to have system that substitute, say, a physician making a diagnosis, or a chess player, or a lawyer. Such things are already happening. There are expert systems that can do reasonable medical diagnosis. However, it will take a much longer time before we are able to have robots capable of substituting our gardener or to clean the house for us, because they will have to have flexible vision capabilities, motor capabilities, and they turn out to be more complex on an absolute scale than, say, the reasoning and the knowledge-based abilities required for, say, medical diagnosis. Aan de Universiteit van Philadelphia stappen we een nieuwe wereld binnen. Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel aan de hand. Dit zijn tomografische beelden van het hoofd. Het is een opeenvolging van doorsneden waarbij we steeds verder naar de achterkant van het hoofd doordringen. Een computerprogramma gaat al die informatie verwerken en er een driedimensioneel beeld mee maken. De geneesheer hoeft niet meer te onthouden hoe het vorige beeld eruit zag. Hij ziet de totale structuur in één keer. Je kan andere kijkhoeken instellen, het driedimensionele hoofd laten op en neer gaan, het laten ronddraaien. Elk onderdeel heeft zijn eigen grijs schakering. Daardoor kan de computer huid isoleren of beenderen of gezwellen en hun relatie aantonen met de omgeving. Dit zijn samengestelde beelden, gesynthetiseerd door computers. Ze proberen nu niet meer de werkelijkheid te herkennen, ze maken, fabriceren, synthetiseren, scheppen een nieuwe werkelijkheid. Het is een techniek die op dezelfde basis stoelt als de beeldherkenning en beeldverwerking, maar nu wordt de richting van het gebeuren als het ware omgekeerd. Dr. Goldwasser, die het systeem zonder financiële steun uitwerkte, wil de definitie van het beeld nog opdrijven en het in kleuren brengen. Een soortgelijke techniek maakt het mogelijk vervormingen van de gezichtsbeenderen en van de schedel op te sporen, zonder overdadig gebruik van X-stralen. De beelden zijn zo natuurgetrouw dat ze alleen kunnen vergeleken worden met foto's gemaakt na het overlijden. Bij levende wezens kan je zulke precieze anatomische details niet verkrijgen. Het systeem kan twee beelden op het scherm brengen die lichtjes verschillend zijn qua opnamehoek. Het driedimensionele effect is zo treffend dat chirurgen hiermee hun ingreep kunnen plannen en voorbereiden. Een oogholte die door een revolverschot beschadigd was, kon op die manier heel nauwkeurig worden hersteld. Computerbeelden gesynthetiseerd uit bestaande scannerbeelden. Maar dit is niet het einde.
Hier bij Cranston en Xury in Columbus, Ohio, worden de contouren van een borstkas vertaald in een code die de computer begrijpt. Ze worden gedigitaliseerd, omgezet in eentjes en nulletjes. Er wordt uitgegaan van een tekening, maar men gebruikt ook doorsneden bekomen door tomografie. Laag voor laag worden de doorsneden in het geheugen van de computer gebracht. Die geeft ze textuur. Dan begint de stapeling. Het tekenen van de organische vormen van het menselijk lichaam behoort tot de moeilijkste taken die je een wiskundige machine als de computer kan opleggen. Hoe goed het uiteindelijke resultaat is, moet u zelf maar beoordelen. Dit is geen klassieke tekenfilm. Elk beeld werd door een computer berekend. Dit uittreksel komt uit de film De Levende Machine, die voor een Britse maatschappij werd gemaakt. Organen en structuren van het lichaam situeren, verbeelden en detailleren, het lijkt allemaal vanzelfsprekend. Computertekeningen maken is geen gemakkelijke taak. Er moesten heel wat nieuwe problemen opgelost worden. Om zo echt mogelijk te lijken, moet de doorzichtigheid van deze glazen bollen nauwkeurig worden berekend. Door deze bril moeten de vervormingen zo natuurgetrouw mogelijk zijn. Maar men komt tot verbluffende resultaten. Met computers kan je verschillende werelden in elkaar laten overlopen. Dat gebeurt met een eigen nieuwe logica. Als de mens aan de computer daar het talent voor heeft, ontstaan er fijnzinnige tekeningen waarin vorm en beweging prachtig zijn uitgewerkt. Soms krijg je surrealistische beelden. Opvallend is hier hoe natuurgetrouw de plooien van het kleed, zelfs tijdens het draaien, zijn weergegeven. Een ludiek spelletje om uiteindelijk de afkorting van de firmanaam in beeld te brengen. Met de synthetische beelden gooien we het venster open op een nieuwe wereld. Hier wordt de werkelijkheid niet meer zo getrouw mogelijk weergegeven. Er wordt een nieuwe werkelijkheid geschapen die men zo echt mogelijk wil laten overkomen. Computerbeelden zijn de jongste 2 jaar erg in. We zien ze bijna dagelijks op ons tv-scherm. Meestal merken we niet eens meer dat het mathematische constructies zijn. Er worden continu zoveel technische beeldsnufjes op ons losgelaten dat we er niet eens meer bij stilstaan. Dit zijn realisaties van de Franse firma Sogitec, die in de ogen van de Amerikaanse specialisten de enige Europese firma is die mee aan de top zit. Zo propagandeert vandaag een autofabrikant het nut van een elektronische ontsteking. Computertekeningen die een erg grote dynamiek hebben, kunnen naar believen worden gewenteld om het beste gezicht te verkrijgen en zelfs om aan te tonen hoe in de micro-elektronische schakeling de signalen op en neer lopen. Signalen die een optimale werking van de ontsteking moeten verzekeren. De tekening is wel zichtbaar op een computerscherm, maar in feite is ze ongrijpbaar.
Ze is niets anders dan een race nulletjes en eentjes in het geheugen van de computer. 'S Nachts en tijdens het weekende kopieert men dit elektronisch beeld op film. Op een vlak scherm met hoge definitie komt een zwart-wit beeld. Door het gebruik van een stel kleurenfilters gestuurd door de computer komt op de 35 mm film een kleurenbeeld. De operatie verloopt traag. Het kopiëren verloopt stapsgewijze beeld voor beeld. En voor elke seconde filmprojectie heb je 24 beelden nodig. De geschiedenis van de synthetische beelden begint in de Verenigde Staten. Ivan Sutherland, professor aan het MIT in Boston, en David Evans van de Universiteit van Utah zijn de pioniers. In de jaren 60 zijn zij de eerste om in te zien dat computers kunnen worden gebruikt bij het ontwerp van machines, van auto's. De ingenieurs krijgen een bewegend beeld dat hun onmiddellijk duidelijk kan maken wat er verkeerd is aan hun ontwerp. Ze kunnen wijzigingen aanbrengen en het resultaat bekijken. Maar de ideeën van Evans en Sutherland waren zo vooruitstrevend dat ze in 68 niemand bereid vonden er enig kapitaal in te investeren. Dan maar met eigen middelen in een afgedankte legerhangaar. Evans en Sutherland zagen vooral brood in computertekeningen voor de ontwerpers en voor de vliegtuigsimulatoren. En dat is nog steeds de fundamentele visie van de firma die sinds 68 een succesrijke opgang gemaakt heeft. Een kind dat met zijn blokkendoos een huis wil nabootsen, gebruikt een beperkt aantal soorten bouwstenen. Als een computer tekent, doet hij dat ook. Hij gaat uit van een erg simpele bouwsteen, de verbinding tussen twee punten, een lijn. Met lijnen kan je vierkanten maken, rechthoeken, cirkels. Die bouwstenen zitten in het geheugen van de computer. Hier, aan de Brown Universiteit, zet men de verschillende stadia op een rijtje. De eerste schets van de freesmachine bestaat duidelijk uit driedimensionele bouwstenen die gemaakt werden met cirkels en veelhoeken. Als de vorm van de machine aanvaardbaar is, wordt met een speciaal programma de beweging uitgewerkt. Voor elk onderdeel van de beweging wordt bepaald welke vlakken zichtbaar en onzichtbaar zullen zijn. Met die informatie wordt de tekening vervolledigd. Daardoor gaan de primitieve bouwstenen minder opvallend worden. De tekening heeft volume gekregen. Dan wordt ze ingekleurd. De computer stuurt daarbij het kleurensysteem van de televisiemonitor. 64 kleuren kunnen worden gebruikt, die dan nog eens over het hele gamma van de helderheid kunnen worden gespreid. Om een realistisch beeld te bekomen, moet men rekening houden met de schaduwen, met de textuur van de oppervlakten, met de reflectie en de kleur, met de plaats, de oriëntatie en de aard van het licht. Bij de opleiding van piloten gebruikt men al lang vluchtsimulatoren. Op de vensters worden beelden geprojecteerd die de piloot zou zien tijdens zijn vlucht. De jongste jaren is het realisme van de beelden steeds groter geworden. Op één scherm verschijnt het beeld dat de piloot van het vliegtuig A heeft als hij naar links kijkt. Op het andere scherm zitten we in vliegtuig B en kijken voor ons uit. Het doet een beetje denken aan een kermisattractie, maar dat is het helemaal niet. Het systeem is zo gebouwd dat elke stuurbeweging, elke verandering in de stuwkracht met de grootste precisie wordt weergegeven. Meer dan 300 dergelijke systemen zijn al in gebruik bij luchtvaartmaatschappijen, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie en het leger. Op die manier wordt immers heel wat tijd en geld uitgespaard bij de opleiding en verdere training van de piloten.
Dit is nog zo'n gesofisticeerd dubbelbeeld. Een vliegtuig gaat bijtanken in volle vlucht. Een delicaat manoeuvre waarbij heel wat vliegkunst en dus training komt kijken. De kop van de brandstofdarm moet precies in de vuldop van het tankende vliegtuig worden gepast. Tijdens het tanken mogen de twee vliegtuigen niet van koers of snelheid veranderen. Op dit trainingssysteem opnieuw twee beelden. Eén is een gezicht vanuit het tankende vliegtuig, het andere vanuit het grote vliegtuig met brandstof. Op zo'n simulator kunnen door de trainingsleider allerlei uitwendige factoren worden gewijzigd. Hij kan bijvoorbeeld van dag- op nachtlanding overschakelen en noodsituaties simuleren. Die factoren worden ook in de beeldinformatie van de piloot verwerkt. De simulatoren komen een stap dichter bij de gewone burger met een verwezenlijking van Daimler-Benz in Berlijn, afgelopen met de uitvoerige tests op de weg. Het hart van het nieuwe systeem is natuurlijk de computer. De simulator zelf is een overdekt platform op hydraulische pijlers. Hij kan aan de chauffeur in een stilstaande wagen perfecte illusie van beweging geven. Aan de binnenkant van de koepel wordt door middel van 6 videoprojectoren een totaalbeeld van 100 graden geprojecteerd. En zo kan je stilstaand gaan rijden in een omgeving die door de computer wordt geschapen. De meest uiteenlopende rijtrajecten kunnen in fracties van seconden uit het geheugen van de computer worden gehaald. Een groot aantal licht- en weersomstandigheden zijn voorradig. Ook het gedrag van de overige verkeersdeelnemers kan worden geprojecteerd. Het is een onderzoeksinstrument om erg vlug verschillende oplossingen uit te proberen, de ergonomie van de wagen te bestuderen en de reacties van bestuurders in kritieke situaties of onder invloed van medicijnen of alcohol te analyseren. Zoals een kind met zijn bouwdoos zijn computers erg goed in het maken van afbeeldingen van hoekige, door de mens gemaakte voorwerpen. Maar als je iets wil afbeelden met meer vloeiende contouren en vormen, schieten de eenvoudige bouwstenen in beide gevallen tekort. Dit zijn computerbeelden die veel beter natuurlijke vormen weergeven. Dat komt omdat ze gebaseerd zijn op een nieuwe meetkunde die door professor Mandelbrot van het onderzoekscentrum van IBM werd bedacht. In zijn fractale meetkunde zijn details even rijk aan inhoud als in het totaalbeeld. Een kustlijn van op 300 kilometer hoogte of 3 centimeter ziet er precies hetzelfde uit. Je vindt dezelfde inkepingen en uitsprongen. Richard Vos maakte in het onderzoekscentrum van IBM deze fractale beelden die de geologische evolutie van een fictief maanlandschap zeer fijn weergeven. The essence of science has been to distill a very complicated, seemingly unrelated set of phenomena down to a few basic rules or laws. So all of science has been trying to distill complicated things down into very simple formula, a bit of mathematics that you can write down, that you can program into a computer. But then if you want to, you can describe, say, the flight of a ball, you can describe the orbit of a satellite around the Earth, and now it seems you can do a reasonably good job of describing what a mountain range might look like, what might happen to the effect of erosion on a mountain range, what might happen to the effect of craters on a surface. Maar er is een bizarre uitloper aan de theorie van Mandelbrot. Kijk hoe de computer, zich baserend op de fractale meetkunde, willekeurige beelden gaat maken. Wat hier zo bijzonder is, vertelt professor Mandelbrot zelf. Par techniques qui en somme sont très proches les unes des autres, on peut tantôt obtenir des montées artificielles et tantôt obtenir des images qui sont tout à fait fantastiques, qu'on n'a jamais vues.
ça fait imaginaire. Mais des images qui étaient en somme présentes dans la géométrie. Et il y a là un paradoxe très frappant et qui nous a beaucoup, qui fait beaucoup penser, c'est qu'en prenant des formules très simples, en laissant se développer, on fait que l'ordinateur révèle dans des formules très simples une richesse de détails qui était absolument insoupçonnée et insoupçonnable. Donc on sait maintenant qu'en prenant ces formules, on peut créer des formes qui n'avaient jamais été vues. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que ces formes sont à la fois complètement imprévues et très vite familières. C'est-à-dire que dans ce super-réalisme, ce hyper-réalisme, on s'habitue très vite, on trouve des points de repère, et que ces formes deviennent très vite, en somme, aussi familières, bien que très différentes de la nature qui nous entoure. Hoe goed kunnen we met onze synthetische beelden levende wezens uitbeelden? Ned Green van het New York Institute of Technology maakte deze animatie van een driedimensioneel bewegend model. Een aantal sleutelbeelden worden door de mens ingevoerd. Alle tussenbeelden maakt de computer zelf. Eerste vorm van computeranimatie van een levend wezen. Ned Green. Well, it's really quite different than normal animation. Most people think of normal animation as two-dimensional cell animation, the sort of thing that Disney did. And to be quite frank, we can't compete with Mickey Mouse. That is extraordinary character animation that's really in quite a different realm than the sort of character animation that we're trying to do with three-dimensional figures. But I think eventually we will be able to have that same expressiveness. Met dezelfde techniek die Ned Green uitwerkte, wordt de vlucht van een vogel in beeld gebracht. Het blijft een erg eenvoudige voorstelling van dier en beweging. In zijn finale vorm is het net een monster uit een griezelfilm. Het lijkt wel of we opnieuw bij de bewegingsanalyse zijn van Marais en Newbridge die aan de grondslag lag van de film. Wat men hier uitprobeert is een andere manier om tot bewegende beelden te komen. Vertrekkend van een stilstaand beeld berekent de computer wat de volgorde van beweging moet zijn, hoe de volumes van ruiter en paard bewegen tijdens de verplaatsing. Het resultaat is een vreemd ballet. Een andere manier om beweging te creëren is het computerprogramma een willekeurig groeipatroon voor een boom bijvoorbeeld te laten uitwerken. Zo gebeurt dat ook min of meer in de natuur.
In de animatie moeten natuurlijk wel alle details kloppen. Let u maar even op de schaduw van de boom terwijl de winter lijkt mee te spelen. Dit is een van de mooiste realisaties in de rij van de synthetische computerbeelden. Het is een droomwereld die door Ned Green werd geschapen. Je lijkt door een wereld te reizen begrensd door wijnranken, bloemen en bladeren. Ned Green is niet alleen computerspecialist, hij heeft ook een sterk ontwikkeld artistiek gevoel. Kan de mens worden nagebootst in onze computerbeelden? En wat zou men met die beelden kunnen aanvangen? In Philadelphia, in de Verenigde Staten, ontwierp men een menselijke animatie die het moet mogelijk maken te onderzoeken hoe astronauten zich binnen het ruimtestation kunnen bewegen. Hoe moet bijvoorbeeld een douche gebouwd worden om veilig en comfortabel te zijn? Zo'n onderzoek is minder tijdrovend en de risico's voor de astronauten kunnen worden verminderd. Er is nog een hele weg af te leggen voor beelden van mensen door computers realistisch kunnen worden getekend. Het is wel duidelijk dat men dit doel voor ogen heeft om films te maken met synthetische acteurs. Gary Demos. I have personally not much of a conception of what it'll do, but I know that it will be very significant. For example, all of the attributes of human behavior really will have to get into the computer to do that. Well, if you can get them in the computer, that means you can understand them pretty well and you can begin to adjust them and see how they work. I think it will be relating to psychology and filmmaking and perception and all sorts of things. And it will cover sort of a broad spectrum of fields in order to do it. And where it leads is anybody's guess. I mean, we're all totally novices because none of us have ever been in the situation where we can create realistic likenesses that not only look real, but can perhaps behave realistically as well. It's new for everyone. Nieuw en dus door sommigen al onmiddellijk verguisd. Men vreest dat die synthetische beelden zouden kunnen worden gebruikt om met de historische filmarchieven te knoeien en de geschiedenis te herschrijven. Professor Van Dam van de Brown Universiteit in de Verenigde Staten. I've seen examples of photographs where faces of people in a historical photograph were altered to be the face of someone else, and you could not tell that the photograph had been retouched. So, in a way, the photograph which used to be historical record no longer is. You can't trust it anymore. So, yes, we will have some problems with that kind of thing. Well, yes, there's a number of disturbing things about being able to do it, and what you hope for is the integrity of the media. It's just like any media. You can doctor footage by editing or by anything, and you hope that people will be honest and utilize it for honest purposes. I think recreating a Humphrey Bogart movie, if you can do it with the style and the taste, everybody would enjoy it, and it would be appealing, and it would be rewarding for the people that worked on it, in the hands of people who want to do things that basically manipulate other people. It's bad, it becomes a weapon, but a news broadcast is a weapon in the hands of the wrong people also. So you hope that the people use integrity and the benefit of human beings, and we sort of all count on each other to be reasonable people, because there's tremendous destructive forces all around us, and we try and drive safely and obey the law and do various things to interact positively with each other, and hopefully all the new powers that we gain from nuclear age and all these things, that people will begin to understand each other enough to not try and use them against each other, but rather use them to explore and improve their own human condition. Go follow me.